Hallo, het is vrijdag. En met de vlog van vrijdag probeer ik altijd met een soort van leuke uitsmijter te eindigen, de week. En op zich heb ik best wel veel materiaal voorhanden wat daar geschikt voor is. Zoals bijvoorbeeld afgelopen woensdag was de soepmaaltijd en dat was de drukste ever. Everybody should come here. Every month. Ik heb Jelle en Barbara helpen verhuizen. Klusjeboy was weer actief. Wacht je, dat zit aan een zwart haakje? Met mijn buurman Kevin heb ik een kast bij het grofvuil gevonden. Ik ben weer begonnen met een Turkse pizza-test met Selman. Ik heb skateles gegeven aan kids. Maar misschien heb ik wel iets te veel materiaal voorhanden. Want wie moet dat allemaal gaan monteren? En wie is hier ontzettend chaotisch, wil nog 600 dingen doen, is alle structuur verloren en wiens hoofd loopt een klein beetje over? Precies, die van mij. Jaffa, Jaffa. Hoe is het als ik 1 jaar lang niet mijn straat uitkom? De mooiste straat van de Oranje. Auw. Auw. Laatst zei iemand tegen mij, Mannix, de laatste tijd ziet het eruit alsof je echt superveel aan het doen bent, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het met jou gaat. Dat zie ik helemaal niet meer terug in de filmpjes. En dat klopt, inderdaad. Ik ben echt met heel veel dingen bezig en ik ben nu eigenlijk een beetje lost in de Javastraat. Dus Mind Palace tijd. Woehoe! Oh no! Alleen de Mind Palace is wel echt één grote puinhoop geworden. En dat komt, ik ga eigenlijk even geen namen noemen. Maar dat komt omdat bepaalde buren deze Mind Palace gebruiken nu als opslag voor verhuisspullen. Sinds het half jaar moment, dus op een gegeven moment was het zo van, wow, huh? Ik ben al een half jaar dit aan het doen. Omdat ik die open dag ging doen, werd het voor mij opeens ook heel duidelijk van, oh shit. Ik heb inderdaad ook al gewoon ontzettend veel gedaan hier in de straat. Maar tegelijkertijd voelde het ook, ik kon daar niet echt heel lang van genieten. Omdat het ook weer voelde zo van, oh, maar dat betekent dat nu de laatste 6 maanden zijn ingegaan. En ik wil nog zoveel dingen doen. En dat is op zich goed, hè, dat ik veel dingen wil gaan doen nog. Tijdens de komende half jaren. Alleen niet als je daar geen structuur of geen tactiek bij hebt. Want wat een beetje mijn valkuil is dat ik dan zoveel wil doen, dat ik in plaats van dat allemaal dus even heel goed ga plannen, gewoon als een soort van kip zonder kop, alles tegelijkertijd wil doen. Ik loop net door de straat om ijsjes te halen en toen beland ik bij Gijs de Rooij en toen ben ik bij Saïd gaan praten over het vrijdagsgebed. En ik zat te denken dat ik Marleen morgen moet interviewen. En Marco belde over de nieuwe stok die we van de gemeente gehad. Toen kwam ik Gerda tegen over die met ouderen door de en chronisch zieken door de straat gaat. En daar zou ik nog een locatie voor fixen. En toen belde Arsi over zondag. En toen dacht ik, oh, we hebben ook nog een hoverboardswedstrijd zaterdag die ik nog moet organiseren. En ik zit nog steeds met de vlog van gisteren die ik eigenlijk niet af had, die ik vandaag nog wil uploaden. Maar ik loop met muziekrechten te kloten van de Rolling Stones. Moet ik dat nog op YouTube zetten. Maar tegelijkertijd heb ik ook nog een videoclip van Wahid die ik nog wil maken. Dus daarom snap ik Erik's opmerking ook wel, met dat hij de laatste tijd helemaal niet meer echt ziet hoe het met mij gaat. Dat komt gewoon omdat ik zoveel ballen aan het hoog houden ben, dat daar ook eigenlijk helemaal geen ruimte voor is. Want soms, het stond er wel heel lang op de planning eerlijk gezegd, om te vertellen hoe het met mij gaat. Ik had ook een hele tijd terug, of volgens mij 1,5 week terug heb ik hier ook gezeten, heb ik er ook een hele tekst opgenomen, maar daar heb ik niks mee gedaan. Klein fragmentje. Maar toch ben ik even in mijn Mind Palace gedoken omdat ik wel de behoefte heb om even met jullie te kletsen. Ik ben benieuwd hoe het met jullie gaat. Wat vinden jullie eigenlijk tot nu toe van Jaffa Jaffa? Er zijn veel mensen die
al vanaf het begin kijken. Misschien zijn er mensen die later zijn ingeschakeld. Ik zelf begin me een klein beetje zorgen te maken. Dat zal ik heel eerlijk, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Ik ben nu het half jaar gepasseerd. En nu heb ik echt een beetje het idee dat ik weer mijn hoofd onder de koude kraan moet stoppen of zo. Dat ik echt weer opnieuw bij mezelf de energie moet vinden om weer nieuwe stappen te gaan maken. Maar goed, dus ja, ik ben met heel veel dingetjes bezig en dat bouwt zich op. En dat gaat ook tot een bepaald punt, gaat het ook goed. Tot gisteravond dan. Want gisteravond, toen stortte het allemaal een klein beetje in voor mij. Ja, gistermiddag was ik bezig met de vlog van die dag. En daar had ik wat problemen mee. En ik was nog met 6 andere dingen bezig. Ik was echt, ja, ik weet niet. Het werd best wel veel waar ik mee bezig was. En het lukte. En er was gewoon 1 dingetje wat ik moest afmaken. En dat lukte maar steeds niet. Vanwege muziekrechten gezeik. Dus ik begon hem een klein beetje uit te flippen. Dus ik dacht, weet je wat? Laat ik even gewoon een rondje door de straat lopen. Even mijn gedachten, even mijn hoofd legen. Alleen ja, ik kan niet echt de straat uit. Dus ik heb maar 1 straat waar ik doorheen kan lopen. En dat hoofdlege idee, dat werkt eigenlijk alleen maar averechts. Want terwijl ik door de straat liep, kwam ik weer allemaal mensen en plekken tegen. Waarbij ik weer ja, dacht van, oh ja, ik moet dat nog doen, ik moet dit nog doen. En dan kwam ik een vrouw tegen met wie ik volgende week, ik ga haar helpen met een evenement. En dan was het, hey, je hebt nog niet gereageerd op mijn WhatsApp. En voordat ik het wist, zat ik bij Gijs de Rooij, het Bruine Café, hier aan het begin van de straat, bij een brainstorm. Want dan was dat net een man die dan van goed doel was. En we gingen dan nadenken over een fietsevenement daar op het terras met fietsen die eigenlijk stilstaan op een rolbank. En dat is een idee dat heb ik daar een keer neergegooid. Maar dat is eigenlijk pas voor ja, ergens van de zomer. Maar ja, voordat ik het wist zat ik daar dus bij een brainstorm. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal niet de ruimte voor had in mijn hoofd. Ik ging juist de straat om mijn hoofd te legen. Omdat ik best wel veel dingen heb staan voor vandaag, morgen en overmorgen. En wat doe ik? Ga ik ergens zitten nadenken over een evenement wat pas over een paar maanden is. En toen in één keer was daar een klant bij Gijs, die ik al wel eerder een keer heb gezien. En ja, hoe zal ik het zeggen? Deze man is eigenlijk niet echt tevreden. Ik heb gewoon zo'n vermoeden dat hij niet echt van dingen houdt die anders zijn. Want ik was al een keer eerder met de Bokbier Tour, al een paar maanden terug. Was ik daar ook met een paar vrienden en toen liepen we naar buiten. En toen riep hij ons na van, hey, oprotten, opgerot, staat netjes, of zoiets. Terwijl ik hem verder eigenlijk echt nog helemaal niet ken en nooit echt fatsoenlijk heb gesproken. Maar diezelfde man, die kwam nu, terwijl ik aan het praten was over het event, kwam die soort van naast ons staan. En dan ging die in het luchtledige, ging die heel hard zeggen, zodat ik het wel moest horen. Ja, een jaar de straat niet uit. Ja, dat is toch geen uitdaging, man. Ik zit zelf 6 jaar al op dezelfde plek. Ja, allemaal aandacht. En kijk, prima dat hij het relaxed vindt. Ik bedoel, je kan het gewoon je kan het gewoon niet een vet idee vinden. Dat je het zo heel erg nadrukkelijk naast mij moet zeggen. Ja, dat is een beetje typisch. En ik weet dat ik dat dan moet laten gaan. Maar in plaats daarvan draaide ik me om. Nee, oké, ik draaide me niet om. Ik deed gewoon net alsof ik het niet hoorde. En ik ging gewoon door. Ik denk achteraf dat dat ook gewoon het meest verstandig is. Want ja, het heeft ook helemaal geen nut om daar op dat moment op te reageren. Maar ja, omdat ik al zo'n enorme constructie in mijn hoofd had met allerlei dingen die ik moest doen en daar eigenlijk ook nog eens zat te brainstormen, was dat net wel even de druppel die het hele bouwwerk in mijn hoofd een beetje deed instorten. Want ik liep al erg op mijn reserves en toen, nou, dat ding afgemaakt en toen liep ik naar buiten en dan, toen zakte ik wel een klein beetje, niet letterlijk, maar toen zakte ik wel een beetje in elkaar van, oh my god, oh. Het hebben het allemaal heel erg veel. Hoi, ik ben Marnix en ik heb een meltdown. Oh, ik weet niet, het stijgt even allemaal een beetje naar mijn hoofd. Te veel. Ik ren een beetje als een kip zonder kop weer door de straat. Hoe tevreden ben je nu op een schaal van 0 tot 10? Waar sta je? 0 is niets,
En dat ik denk, nou, wat is helemaal niks? Een tienerstik. Ik denk, wauw, ik ben hartstikke tevreden hoe het nu gaat. Nou, ik zat wel even op een 8. Ja. Maar nu, begint dat langzaam weer een beetje te zakken. Oké. Dus nu moet ik mijn mental coach advies in gaan uitvoeren. Rustig. Je legt jezelf een druk op waarvan ik bijna van overtuigd ben dat hij het eerder in de weg gaat slaan. Als je een 8 bereikt hebt, nou, dan zou ik in eerste instantie zeggen, wow, Mannix, had ik dat van tevoren gedacht, wel gehoopt? Nee, nou, maar dat heb ik toch bereikt. Ik ben heel eerlijk, ik wil ook toch wel de komende kijk of ik naar een 8,5 kan gaan. Maar wat heb ik daar nou voor te doen? Cirkel van betrokkenheid, cirkel van invloed, voor in de bus zitten. Nou, dan heb ik dat te doen, Maar leg je niet de druk op. Ja, maar dan moet ik vlammen, dan moet ik dit. Oh, dat is je persoonproces. Gooi dat weg. En kijk, wat kan je weer doen om bij die 8 te komen? Dat wil niet zeggen dat je dat misschien weer moet doen met pit of met hier en daar te vlammen. Maar wel vanuit een andere energie. Ja, kan je me volgen? Ja. Ja, tot 3/4 ongeveer. En nu moet ik zeggen dat de laatste tijd, misschien hebben jullie het wel gemerkt, is het ook heel veel dit project in de media geweest. En dat is ergens ook wel heel leuk, maar ergens vind ik het ook wel weer heel eng. Want heel veel mensen komen eerst in aanraking met die mediaartikelen of reportages. En baseren daar al heel erg hun mening op. Of hebben al gelijk helemaal hun ideeën erbij, nog voordat ze überhaupt de vlog kijken. Goed, dat is de realiteit. Dat is gewoon zo. Maar ik krijg er opeens heel veel nieuwe kijkers bij. En ja, ik krijg weer opnieuw een soort van stress dat ik enorm iedereen tevreden moet gaan houden. Maar dat moet ik niet willen, want ik ben helemaal geen integere jongen. Sterker nog, ik ga nu iets kapot maken in de Javastraat. Ik ga deze palmboom in de fik steken. Zo, ik heb zoveel zin om dit ding te gaan slopen. Ik ga thuis, ga ik een hamer pakken. En dan ga ik dit gratis boeken uitdeelkastje, ga ik gewoon helemaal kapot timmeren. Wat zei je over mijn moeder? Te koop, te koop, te koop. Freaking kapitalisme, jongen. Wat? Bam, 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 bam. Helemaal kapot maken. You talking to me? Ik ga dit autootje helemaal kapot slopen. Ik ga een zaag pakken en dan zaag ik dit helemaal door midden. De stekker zit er nog niet in. Het is gewoon waardeloos dit. Ik ga de brommer van Floris slopen. Wat jongen? Jongen, het is hier geen helikopter landingsbaan. Ik ga de dingen helemaal de tering in slaan. Ah, dat is helemaal geen echt ijs, man. Ik ga de dingen helemaal kapot maken. Dus, wil ik niet helemaal uitflippen en doordraaien, dan moet ik eigenlijk nu even meer op de rem gaan staan. Ik moet eigenlijk dingen doen die ik echt wil doen. Ik moet mijn doel weer helder voor ogen krijgen. Ik moet weer gaan sporten. Marit, als je dit kijkt. Marit is mijn buurmeisje waar ik laatst een tijdje terug een vlog van had gemaakt. Die last had van een enorme blessure waardoor ze niet meer kon rennen, helaas. Die had laatst gezegd van, joh, het lijkt me nou heel leuk om met Java een programma te gaan starten waarbij wij weer fit worden. Nou, dat vind ik super leuk. Daar kunnen ook andere buren bij aansluiten. Marit, kom langs. En de Bootcamp Brothers, Ryan, Melvin, help. En ik krijg hulp. Binnenkort. We hebben namens het bestuur hebben wat geld opzij gezet voor een persoon voor 1 dag in de week. Die me kan helpen bij structuur bieden aan de chaos in mijn hoofd. En me helpen met het organiseren van kleine eventjes. Dus Anna, die zal je binnenkort vast ook wel terugzien in de vlogs. Het grappige is, zij woont ook hier in de straat. Zij woont schuin tegenover mij in de Javastraat. En ze kent het project ook al vanaf het begin. Dus dat is super leuk. Die gaat mij helpen met een beetje het plannen en een klein beetje het organisatorische gedeelte. Dus ik hoop dit soort situaties ook in de toekomst te voorkomen. Dus het gaat hartstikke goed komen. Verder, voor de rest gaat het project ook hartstikke goed. Ik ben heel blij met wat het allemaal doet in de straat.
op die ene meneer na dan, die er wat ontevreden mee is. Maar goed, dan heeft hij ook weer wat om ontevreden over te zijn. Dus dat is in zekere zin ook weer positief. Morgen de hoeveelbordwedstrijd. Ja, dat gaat een klapper worden. Ik zweer het, die hoeveelbordcontest morgen, dat gaat weer gewoon... Dat gaat echt de toon zetten voor de laatste maanden, Java Java. Wees erbij, 10 uur, Javaplantsoen. 1, 2, 3... Java Java! Java Java! Woehoe! Spring break!